Rotterdammers zouden meer inspraak krijgen en zouden sneller en duidelijker resultaat zien bij de aanpak van problemen in hun wijk. Dat was in elk geval het idee achter het zogeheten gebiedsgericht werken dat 4 jaar geleden werd ingevoerd. Maar volgens de Rekenkamer Rotterdam is er maar weinig van terechtgekomen. De Rekenkamer bekeek 6 projecten die model konden staan voor het hele idee en ondervroeg zo'n 100 betrokkenen. Eigenlijk is het maar bij 1 van de 6 onderzochte projecten wel grotendeels goed gegaan. De herinrichting van de buitenruimte bij de Patijnstraat in Overschie. Hier kregen de burgers inspraak en hebben ze daarvan een resultaat gezien. Maar dat duurde dan wel weer veel langer dan was gepland. Maar in het algemeen heeft het zogeheten gebiedsgericht werken niet veel verbeteringen opgeleverd. Je kunt eigenlijk zeggen dat van die beloftes niet heel veel terecht is gekomen. Over de hele linie niet, of het is niet gerealiseerd, of het past niet in het hele traject van gebiedsgericht werken. Als je kijkt naar de oorspronkelijke criteria van het gebiedsgericht werken, zijn er eigenlijk 3 relevant. Dat is 1, er moet sprake zijn van maatwerk, dus de burger, er moet sprake zijn van burgerparticipatie, burgerbetrokkenheid per wijk. Het moet leiden tot snellere resultaten en het moet leiden tot meer zichtbare resultaten. Nou, en op elk van de onderdelen die wij onderzocht hebben, merk je dat dat niet gerealiseerd is. Volgens de Rekenkamer hebben te veel projecten het stempel gebiedsgericht werken gekregen, terwijl ze er niet aan voldeden. Zoals bijvoorbeeld de Hofbogen, de herinrichting van het Hofpleinlijnviaduct. Ideeën genoeg bij burgers en deelgemeenten. Maar veel is er niet gebeurd, omdat die burgers en deelgemeenten er niet over gaan. De Rekenkamer vindt dat de gemeente weer veel duidelijker moet inzetten op kleinschalige projecten waar daadwerkelijk resultaat te halen valt. Het college van BMW zal daar geen gehoor aan geven, want maatwerk kost geld. En dat is er niet. De Rekenkamer heeft daar begrip voor, maar vindt wel dat de gemeente dan duidelijk moet maken dat het oorspronkelijke idee van maatwerk per wijk niet meer waar te maken is. De verkeersoverlast rondom de Erasmusbrug in Rotterdam neemt nog steeds niet af. Sinds 2 weken is de Willemsbrug dicht en zoeken automobilisten naar alternatieve routes. Maar omdat de Erasmusbrug de enige serieuze optie is, blijven automobilisten iedere ochtendspits in de file staan. Boosdoener van de verkeersdrukte is het kruispunt hier vlak voor de Willemsbrug aan de noordkant van de Maas. Dit kruispunt wordt opnieuw geasfalteerd en de bodem wordt ook aangepakt, want delen van de verlengde Willemsbrug zijn verzakt. En dat betekent dat de gehele Willemsbrug een maand lang is gestremd voor het autoverkeer. Alternatieve route is de Erasmusbrug. Nou ja, alternatief. Ja, kijk, we hebben natuurlijk maar 3 oeververbindingen en er wordt er nu eentje aangepakt. Dat betekent dat de andere 2 beschikbaar zijn en dat het verkeer deze kant wordt omgeleid. Maar het betekent inderdaad wel dat het verkeer die Erasmusbrug moet delen met elkaar. En dat betekent dat tijdens de spits eigenlijk alleen fietsers vrij rond kunnen bewegen rondom de Erasmusbrug en automobilisten stilstaan. Toch heeft de gemeente wel maatregelen genomen om de verkeersdrukte aan te pakken. Al zou je dat niet zeggen als je kijkt op de Laan op Zuid. Nou, we hebben maatregelen genomen. De verkeersstromen gaan zich anders gedragen, dus die moeten we opnieuw met elkaar in balans brengen. Dat doen we bij de verkeerslichten. En ja, we houden dat goed in de gaten, dus als daar nog in bijgeregeld moet worden, dan doen we dat zeker. De werkzaamheden aan de Willemsbrug duren nog tot en met 6 april, waarna deze weer open wordt gesteld voor het autoverkeer. Toch, met de files nu al rondom de Erasmusbrug, is het erg bedenkelijk hoe straks in 2015 het verkeersbeeld eruit komt te zien als de Maastunnel volledig wordt afgesloten, gedurende 1 jaar. Nou, dat wordt voor ons gewoon een hele nieuwe puzzel. Die gaat niet alleen over een omleiding, maar die gaat echt over het verkeerssysteem van de hele stad. En daar zijn we aan begonnen. Het is een simpele actie waar het publiek minimaal last van heeft. Het is gewoon het bewust maken dat er zoiets is als kwetsbaar Nederland waar wij voor staan. U ziet er straks meer over. De Nederlandse Politiebond en de Rotterdamse Pauluskerk zien niets in de plannen van het kabinet om dit jaar 4800 illegalen op te pakken. Gisteren hebben de oppositiepartijen vragen gesteld aan de ministers Leers en Opstelten over het instellen van een kwotum. Het aantal illegalen dat in Rotterdam verblijft wordt geschat op 10 tot 15.000. Dat is 10% van het landelijke aantal. Ze zijn onzichtbaar, behalve op plekken waar ze terecht kunnen voor hulp, zoals de Pauluskerk. Volgens dominee Couvé werkt een kwotum om illegalen op te pakken alleen maar averechts. Wat er in de praktijk gaat gebeuren is een paar dingen. In de eerste plaats dat mensen zonder verblijfspapieren nog meer dan nu ondergronds gaan. Met alle gevolgen die dat heeft. Bijvoorbeeld voor de volksgezondheid.
Het tweede is, als mensen in vreemdelingenbewaring gaan, dan zetten ze vaak nog sterker de hakken in het zand. Dus wat je wil bereiken, namelijk dat ze terugkeren, gebeurt nou net niet. Ook de Nederlandse Politiebond ziet niets in de plannen van het kabinet om actief illegale op te sporen. De bond vindt dat de politie al genoeg taken heeft. Wel ja, we doen er gewoon weer een prioriteit bij. Het is echt te gek voor woorden wat dit kabinet wil. Is het geen hennepteel op dierenpolitie, dan komt er wel weer een nieuw element bij. Dat is nu de jacht op vreemdelingen. Wij maken ons grote zorgen of er überhaupt in Rotterdam-Rijnmond wel voldoende capaciteit is om dit traject te gaan lopen. Behalve te weinig mankracht denken politie en Pauluskerk dat, wanneer de illegale eenmaal opgepakt wordt, hij ook snel weer op straat zal terugkeren, omdat hij geen papieren heeft om het land te verlaten. En opvangen in een detentiecentrum is duur. Een dag in vreemdelingenbewaring kost ongeveer €400 per persoon. Hoeveel kost het bij u, zeg maar? Tussen de 25 en 50 euro. En de politiebond denkt ook dat het instellen van een kwotum om de illegale op te pakken in de praktijk niet zal werken. Het risico is natuurlijk wel aanwezig dat de agent de illegaal aanhoudt en dat hij vervolgens na enige tijd gewoon weer op straat komt te staan, omdat er in andere takken van de keten geen voldoende capaciteit is. Binnen 3 weken zullen de ministers Opstelten en Leers de vragen van de oppositiepartijen beantwoorden. Op de dag dat de gemeente Rotterdam bekend maakte dat 1800 werknemers uit de sociale werkvoorziening moeten doorstromen naar een reguliere baan, werd door die werknemers gedemonstreerd. Mensen met een arbeidsbeperking doen in ons land ook mee. Met die leus werden in het centrum van de stad zebrapaden en kruisingen bezet. Dit maakt weinig indruk. Maar hier kan niemand omheen. Een bezuiniging van €3,1 miljard op de sociale werkvoorziening gaat de vakbonden veel te ver. Van de 100.000 arbeidsplaatsen die er nu zijn in de sociale werkvoorziening wil dit kabinet er 70.000 laten vallen. 30.000, de zware gevallen zoals zij zeggen, die blijven in de beschutte omgeving. De andere 70.000 worden de arbeidsmarkt opgeschopt en moeten maar zien een werk te vinden. Lang uit op het zebrapad te gaan liggen of zitten wordt het verkeer aan onder meer de Coolsingellam gelegd. Weg voor ongeduldige automobilisten. Al is er ook begrip. Ik heb zelf een kind met een verstandelijk handicap en ze wordt al zwaar bezuinigd op deze mensen. We moeten gewoon accepteren dat er helaas in deze maatschappij mensen zijn die niet volwaardig mee kunnen en die moeten we ondersteunen. En wij als FNV staan daarvoor. Aanstaande donderdag volgt een landelijke demonstratie op het Haagse Malieveld. Tot voor kort was zwembad Sjaloos het warmste bad van heel Rotterdam. Maar sinds een paar weken is het water er een stuk kouder. Vervelend vooral voor reumapatiënten die last van hun gewrichten krijgen door de lagere temperatuur. Vanwege de CO2-uitstoot die we willen reduceren, wordt er heel economisch met energie omgegaan en met water. En daar is op een gegeven moment een foutje in geslopen, waardoor de temperatuur is gezakt. Het was 3 graden te koud. En dat is ijskoud voor ons. Van 32 naar 29 graden. Zeker voor reumapatiënten als mevrouw Plateel is dat verschil te groot. Maar een ander zwembad van 32 graden is nergens in de buurt. En wegblijven was voor haar ook geen optie. Ik heb er last van als ik niet zwem en beweeg. Dus we gingen toch en dan ging ik maar een kwartiertje van een half uurtje. En dan onder de hete douche staan. Het zijn er merendeel allemaal oude mensen onder wie ik zelf ook. Maar blijven bewegen, zeggen ze. Dus als het nou een beetje warmer kan voor de mensen, dan is het wel prettig. Het water is een week of 3 te koud geweest, maar komt nu eindelijk weer op temperatuur. Ik ben de temperatuur van het badwater aan het meten. Dat is 30,9. Op zich ben ik nu tevreden, ja. Het is de minimale temperatuur die we hanteren. En daar komt, als het goed is, nog 1 graadje bovenop. Morgen hoop ik in ieder geval de 31,5 en zo niet de 32 weer te hebben. Ik denk altijd, als je je mond open doet, dan komt het wel goed. Ja. Wie niet bang is voor een sopje, kan zich deze dagen helemaal laten gaan. Het is weer tijd voor de grote schoonmaak, tenminste zo was het van oudsher. In elk geval in het Streekmuseum voor de Krimpende Waard, waar een tentoonstelling is gewijd aan dit fenomeen. Nou, is het goed dat we het toch een keertje doen. Zeg eens eerlijk, wanneer heeft u dit voor het laatst gezien of zelf gedaan? De grote schoonmaak, inclusief het mattenkloppen, is in Krimp aan de IJssel verhuisd naar het Streekmuseum. De gordijnen werden gewassen, de kleden werden uitgeklopt. Het was echt hard werk. Nu staat het in het museum, hè? Ja, staat daar ter stoffen. Wanneer heeft u voor het laatst de grote schoonmaak gedaan? Ja, kijk, ik niet. Op de zolder van het Streekmuseum kan de oudere generatie nostalgie snuiven. En de jeugd treft hier vreemde middeltjes en bijzondere apparaten. In plaats van een stofzuiger met een rolveger, een soort
voorloper van de kruimeldief. Het is nu ook weer hip om schoon te maken en dat retro-achtige met de schoonmaakmiddeltjes. Je hebt tegenwoordig ook die programma's op tv met de schoonmaaktips. Hier staan de zand, zeep en soda nog prominent opgesteld. Afwassen in de wasmachine. En nog altijd. Het is nog altijd te koop. Ja. De tentoonstelling Schoon is nog te zien in Krimp aan de IJssel tot en met 28 mei in het Streekmuseum. Gaan we het hebben over de sport met Sinclair Bisschop op de redactie. Sinclair, zondag is het de Graafschap Feyenoord. En de Rotterdammers kunnen geen beroep doen op Tony Villena. Waarom niet? Nou, die jonge middenvelder is door de KNVB opgeroepen voor Oranje onder de 17, dat de 3 WK-kwalificatiewedstrijden gaat spelen. Ja, en Feyenoord kan daar niets tegen doen. Ja, die Villena die verving afgelopen weekend nog verdienstelijk de geschorste Otman Bakal in de gewonnen wedstrijd bij FC Twente. Gezegd moet worden dat Bakal komende zondag bij de Graafschap wel weer gewoon inzetbaar is. En dan heeft Sparta weer zicht op de titel, omdat koploper Zwolle gisteravond verloor. Ja, met 1-0 bij FC Os en het gat tussen koploper Zwolle en Sparta blijft nu 6 punten. Ja, komend weekend speelt Sparta een belangrijke uitwedstrijd bij Volendam. En één Sparta-supporter gaat lopen van Rotterdam naar Volendam. En dat gaat hij allemaal doen voor het goede doel. Marco Jongepier loopt voor Stichting Dada, dat zich inzet voor een aangename verblijf van kinderen in ziekenhuizen. De Sparta-supporter kan niet zeggen wat hij zal ophalen met de loop van 92 kilometer. Ja, ik zou het echt voor geen flauw idee weten. Voor mij is elke euro meegenomen en ik hoop 1000 euro te halen. Misschien wordt het meer, misschien minder. Ja, ik zie het allemaal wel. Dus voor mij is dat niet het belangrijkste. Natuurlijk is het meegenomen dat je een leuk bedrag ophaalt. Maar het gaat mij gewoon om te laten zien dat er nog mensen zijn die dit soort dingen willen doen. Mijn route die gaat vanaf hier. Via de andere kant van het stadion de brug over. Door het centrum van Rotterdam. Langs de Rotten. En dan binnendoor langs kanalen, langs water, door de polder. En een klein stukje Amsterdam. Dat vind ik zelf het leukste gedeelte. Om door in je Sparta-shirt door het drukbevolkte Amsterdam te lopen. Jongepier vertrekt vrijdag om 4:00 in de ochtend. En hoopt een kwartier voor de wedstrijd in Volendam aan te komen. Volgens de planning zou ik er om 7:30 al moeten kunnen zijn. Als alles mee zit, nou ja, goed, dan ga ik er wel vanuit dat er altijd wel dingetjes tegen zitten. Dat je wat moe wordt. En dan een kwartiertje. Ik denk dat het te doen moet zijn. En onderweg heb ik 5 rustpauzes van een kwartier. Dus anders kan ik die altijd nog inkorten, zodat het wel te halen is. Meer informatie over de loop staat onder andere op marcojongepier.nl. Eindig ik met wat berichten, want ADO Den Haag heeft zich gemeld voor Sparta-spits Jeremy Bokila. Bokila staat eigenlijk onder contract in België bij Zulte Waregem. Nou, daar heeft de Haagse club zich gemeld. Heb ik ook nog nieuws over oud-Feyenoorder Paul Bosveld. Hij moet namelijk vertrekken bij Go Ahead Eagles, waar hij dit seizoen assistenttrainer was. En tot slot nog een bericht over Ruud Brood. Het zat er al een tijd aan te komen, maar Ruud Brood is de komende 2 jaar de trainer van Roda JC. En de Gorkummer is nu nog trainer van RKC. We zijn weer bij. Dankjewel, Sinclair. Snuffelpaaltjes die containers controleren op giftige gassen. Die moeten er op containerterminals komen. Dat vindt SP Tweede Kamerlid Paulus Jansen. Alleen op die manier kan worden voorkomen dat werknemers die de containers openen met die gassen in contact komen en op de lange duur ziek worden. Maar staatssecretaris Atsma wil juist minder overheidscontrole en de aanpak overlaten aan het bedrijfsleven. De Gasvrijcentrale Nederland in de Rotterdamse haven voert jaarlijks 5000 gasmetingen in containers uit. Die gassen worden in Azië in containers gespoten om micro-organismen en insecten te bestrijden. Er zijn 2 ontgasmethodes. Eenvoudigweg luchten of door het plaatsen van een ventilatieunit op de container. We hebben de afgelopen jaren meegemaakt dat gemiddeld zo'n 10-15% van de binnenkomende containers die in Nederland gelost worden, te veel gassen bevatten. En hierdoor lopen de mensen die de containers openmaken volgens de FNV nog steeds te veel risico's. Er zijn hier een heleboel Oost-Europeanen die niks anders doen dan containers lossen, dag in dag uit. Als die regelmatig aan piekblootstellingjes worden blootgesteld die je eigenlijk niet in de gaten hebt, dan word je toch ziek op de lange duur. 4 jaar geleden nam de Tweede Kamer daarom een motie van SP en PvdA aan, waarin een grondige aanpak en controles werden voorgesteld. Er werd ook een platform opgericht waarin vakbond en bedrijfsleven samenwerkten aan verbeteringen. Het aantal bedrijven dat de regels naleeft steeg in de periode van 2% naar 40%. Staatssecretaris Atsma van Milieu vindt dat zo hoopvol dat volgens hem extra overheidscontrole niet meer nodig is. Hij wil die meer overlaten aan het bedrijfsleven.
Bovendien wil hij ook geen geld meer geven aan het platform. Er zijn op een paar gebieden stappen gemaakt. Er is een veel beter protocol gekomen. Er zijn betere opleidingseisen gekomen. Maar er zit een heel groot gat en dat gaat over de apparatuur. Daardoor weet je eigenlijk niet precies waar een gasmeting aan moet voldoen. Dat kan je niet goed voorschrijven, zolang er geen duidelijke standaarden zijn waar apparatuur aan moet voldoen en aan welke eisen dat moet voldoen. Zolang daar geen goed onafhankelijk onderzoek naar gedaan is, vind ik dat we er nog lang niet zijn. Ook de SP bestrijdt de argumenten van de staatssecretaris. De partij vindt dat Atsma de motie van destijds, ondanks de bezuinigingen, moet uitvoeren. De SP vindt verder dat er in Rotterdam met de meetmethode wordt gesjoemeld. Er worden minder verdachte containers gemeten en daardoor worden plotseling minder gifcontainers gevonden dan in bijvoorbeeld Hamburg. En dan zeggen ze van ja, het probleem is opgelost. Terwijl in Hamburg, ik heb cijfers van de haven van Hamburg, die meten nog steeds op de manier zoals wij vroeger meten. Die vinden ongeveer 20 keer zoveel methylbromide in de containers dan Rotterdam. Nou, het wilde bij mij echt niet in dat in Hamburg er andere containers binnenkomen dan bij ons. De SP pleit daarom voor het invoeren van snuffelpalen die de containers direct nadat ze zijn gelost controleren op giftige gassen. Je steekt eigenlijk een soort snuffelpaal naar binnen door een gat in de container. En dan, dan meet je zeg maar op de stoffen die het meest gevaarlijk zijn. En als je dan iets ruikt zeg maar, met dat metertje, dan zet je die container apart. Die moet gelucht worden. Net zolang tot de concentratie zo ver gedaald is dat die door zou kunnen. Volgens de FNV kunnen die controles in 10 seconden plaatsvinden en kosten ze dan hooguit 10 euro per container. Maar de staatssecretaris is bang dat dit ten koste gaat van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven. Hij heeft inmiddels wel toegezegd de cijfers van Hamburg en Rotterdam met elkaar te zullen vergelijken. Verwacht wordt dat hij er in mei of juni op terugkomt. Ja, en dan tot slot. De lente is begonnen. De astronomische lente, zoals dat heet. En sinds 1896, we hebben het even nagezocht, begon die nog nooit zo vroeg. Weg dus met die winterdepressie. De dagen worden langer, de bloemen gaan bloeien en nu de zon weer schijnt, lijkt het alsof we allemaal weer gaan stralen. Het is wel heerlijk, toch, zonnetje? Heb je overal meer zin in? Lekker? Relaxter, emotioneel relaxter. Elke lente krijgt iedereen weer de kriebels. Maar waar komen die kriebels toch vandaan? Wat lentekriebels precies zijn, weten we eigenlijk niet. Maar waarschijnlijk hebben een aantal hormonen daar iets mee van doen. Bijvoorbeeld het hormoon cortisol. Dat is een hormoon wat ervoor zorgt van dat je de beschikking hebt over energie. En je hebt neurotransmitters in je hersenen. Dat zijn prikkeloverdragende stoffen. Zoals bijvoorbeeld dopamine, serotonine. En dat zijn stoffen die zorgen voor bijvoorbeeld stemming en gevoel en reactiesnelheid en concentratie en dat soort dingen. We krijgen het hele jaar door die stoffen binnen. Alleen in de zomer en in de lente heb je het buitenlicht wat zorgt voor extra regelmaat. In dat soort in die hormoonhuishouding, waardoor er een soort oppepper is als het gaat over het krijgen van energie. Ja, het zonnetje en dan zie je al die plantjes, denk je, oh leuk, tuintje weer, alles gaat weer beginnen. Verliefd ben ik niet, dus die kriebels heb ik niet, maar misschien komt het nog. Dat zou zomaar kunnen, want het schijnt op het gebied van de liefde in de lente echt veel beter te gaan. Al kan dat niet wetenschappelijk onderbouwd worden. Wat we wel weten natuurlijk is van dat je in het voorjaar, zoals ik al zei, meer mensen tegenkomt. En dan is de kans uiteraard dat je daar ooit een keer seks mee krijgt ook groter. Dat zou kunnen. Volgens mij is het ook in de herfst. En dan ga je de winter in en dan kan je iemand lekker mee de koffer innemen. En dit was Rijnmond Nieuws. Straks Ed Alders met veel meer over het lenteweer. En daarna nemen Rotterdamse kinderen Jack Woutersen mee in hun wereld. Ik zeg blijf wakker, tot zometeen. Ik ben Rotterdammer. Meer nieuws is te vinden op onze website rijnmond.nl. Nog een heel prettige dag verder. Dag.